Hoe fix ik een jongen? Yo beste kijkers, welkom bij mijn gloednieuwe video. Mijn naam is Tempest en ik sta vandaag in Amsterdam. En ik ga vandaag aan de meisjes en aan de jongens vragen: hoe fix jij een meisje? Jongen, we gaan het checken. Let's go. Wat doe jij om een jongen te fixen? Ik doe eigenlijk niks. Niks? Nee. Nee. Hoe gebeurt het dan? Dat is meestal gewoon via Insta. Insta? Ja. Dus jij DM't de jongens? Nee, zij DM'en mij. Hoe ga je ermee om dan? Ja, soms reageer ik. Hangt eigenlijk af van wat ze zeggen. Dus, en soms ook niet. Praat ze altijd normaal of praat ze altijd een beetje raar? Verschilt. De vraag is, hoe fix jij een meisje? Gewoon, je weet toch, als ik haar even mooi vind, dan ga ik naar haar toe. Je weet toch, ik vind je mooi mevrouw, je weet toch. Mag ik je nummer, Insta, je weet toch. Dat is het gewoon. Oké, dus als jij nu een chickie ziet in de stad en je vindt haar mooi, dan ga je erop af? Ja, als ik denk dat ze makkelijk is, je weet toch. En je heeft een vrouw die moeilijk zijn, je weet toch. Ik ga eerst kijken, ik ga eerst haar scannen, je weet toch. Dan ga ik de kans grijpen, zeg maar. En heb je vandaag al eentje gefixt in de stad? Ja, maar net, hoor. Ik zei, hé, je hebt een mooie kont, je weet toch. Toen zei ze zo van... Nou, daar begon het. Ik begon dan haar Insta even te regelen. Je Insta gefixt? Fix je een meisje via social media als je niet dit echt doet? Ja. Ja, dat doet iedereen toch? Alle jongens doen dat gewoon. Insta, Snapchat, je weet toch. Trouwens, volg me op Insta, laagstreepje, MHD, je weet toch, bang bang. En ja, hoe ga je ermee om als een chickie je afwijst, man? Shit, dat is wel kut. Ja, ik ga weer volgende meisje zoeken, je weet toch. Dus je gaat er gewoon normaal mee om? Ja, we zijn het wel pijnlijk, maar ik ga haar niet laten merken, man. Ik ga zeggen, fuck jou, je weet toch. Ik ben hier met? Daisy. Oké, de vraag is, ja, hoe fix jij een jongen? Hoe fix ik een jongen? Gewoon lief lachen of zo. Lief lachen? Ja. Alleen dat? Ja, ik fix eigenlijk nooit echt jongens. Jongens fixen mij. Ze fixen jou? Ja. Hoe doen ze dat? Gewoon mij aanspreken. Op straat? Ja, zulke dingen. Of DM'en. Reageer je altijd op die DM's? Nee, niet altijd. Ik heb nu een vriend, daarom ik reageer op niemand meer. Oké, en ja, hoe ga je ermee om, zeg maar, als zo'n jongens zeg maar, rare dingen zegt via DM? Gewoon niet op reageren. Toch? Ja, precies. Dus als je nu een mooi jongen zou zien op straat, zou je er niet op afgaan? Nee, dat zou ik niet snel doen. Heb je dat ooit gedaan? Nee, eigenlijk niet. Ik ben hier met... Jairo. Jairo, de vraag is ja, hoe fix jij een meisje, man? Leg mij uit, neem me helemaal het verhaal mee, man. Oké, nou je moet gewoon sowieso naar de toe lopen. Je moet wel gewoon scheid hebben. Je moet het wel doen, zeg maar. Je moet niet achteraf denken van, nou had ik het maar gedaan. Sowieso niet denken van, nou ik zie je en daarna later op Insta een DM sturen. Oké, dus jij doet het zeg maar in het echt, zeg maar. Ja, dat is wel het beste. Want ja, ik ken wel iemand die het dan via DM doet. Oké, en ja, heb jij het ooit via de DM gedaan? Ja, sowieso wel. Iedereen heeft wel via DM gedaan, denk ik. En was het gelukt toen? Ja. Sowieso wel. Ah, lekker man. Dus als jij een meisje op straat ziet, dan ga je gewoon erop af, zeg maar? Ja. Vaak of soms? Nou, laatst tijd wel meer. Okay, en lukt het altijd? Nee, niet altijd. Soms. Ligt eraan. Hoe ga je ermee om als het niet lukt, bijvoorbeeld? Gewoon accepteren. Je moet niet bang of aanvallend doen. Je moet gewoon accepteren. Precies man. Dus eigenlijk ben jij zeg maar, iemand die op een meisje zeg maar, gewoon afloopt. Ja. De vraag is, hoe fix jij een jongen? Ik fix niet. Ik word gefixt. Same. Ik word same. Maar als ik ga fixen, dan is het of via Tinder en dan is het gewoon in 5 minuten, hey hallo, what's up? Maar ik heb een boyfriend zo, dat is off the limit now. En ja, ik weet niet, in de club... Niemand heeft je gevraagd om... Echt zo? Of in verhaal. Ja, nee, dat was het eigenlijk. En ja, hoe worden jullie gefixt dan? In de club. Ja. In de club. Overal ja, in de club. In de club. Overal, sorry, wacht. Ja. Oké, dus als jullie nu een leuke jongen zouden zien op straat, dan zouden jullie er niet op afgaan? Nee. Ik heb mijn trots is... Ja, die zo haar is heel hoog, dus dat doe ik niet. Nee, ik doe dat echt niet stel. Nee, ik heb een vriend, dus ik ga er niet op af. Maar ze mogen wel naar me toe komen, dat geeft me wel extra confidence, you know. Oké, dus nog nooit gedaan dus? Nee. Misschien als je heel dronken of zo bent. Nee, dat niet heb ik het gedaan. Dan stap je gewoon op mensen af. Nee, ook niet. Nee, ik ook niet. Nee, oké, dat was het. Oké, dus simpel, jullie worden gefixt. Ja. Hoe fix jij een meisje, man? Hoe ik een meisje fix? Ja. Dat is echt raar, man. Ik weet hoe ik een meisje fix, broer. Kijk, weet je wat ik doe, broer? Ten eerste, ik kijk er diep aan in de ogen, weet je. Als ze mij niet aankijkt, dan doe ik wat verkeerds. Misschien val ik op de grond of zo, weet je toch, om er aandacht te krijgen. Maar wat bedoel je eigenlijk met fixen? Gewoon 1 op 1 of gewoon aandacht trekken? Zeg maar, de zover krijgt om er, ja, de nummer te laten geven bijvoorbeeld. Oké, kijk, hiervoor heb ik een tip, hè boys. Kijk, als je een meisje wilt, haar nummer wilt fixen, je moet gelijk naar haar toe. Je moet gewoon zeggen tegen haar, hey dame, ik heb eigenlijk haast, maar ik heb eventjes tijd voor jou, maar mag ik je nummer, want ik ga je nooit meer zien. Gewoon zo eigenlijk, man, weet je toch? En dan ziet ze gewoon dat je tijd voor haar geeft, weet je toch? Die kleine tijdje is eigenlijk wel nodig, man. En ja, doe dat vaker op die manier? Nee man, ik zeg gelijk baby go, kom je uit eten en zo, weet je toch? Maar dat gebeurt via Insta en Snap en zo, weet je. Maar in real life doe ik dat niet, man. Als je nu een leuke dame zou zien, voorgaan. Jawel, man. Mensen, dit was het weer voor vandaag. Abonneer sowieso op mijn kanaal. Volg de cameraman, Jayden. Link staat in de beschrijving. Zijn Instagram staat sowieso eronder. Ga hem volgen. En ja man, hoe fix jij een jongen of een meisje? Laat weten in de reacties. En zoals ik het zeg, laters. Heb jij mij nog niet op social media? Ja, voeg me dan even toe. Snapchat, t-agiri. Instagram, Tempest Agiri. Doe dat.